De temperatuur daalt tot onder het vriespunt, dus meer belangstelling van daklozen voor de nachtopvang. Maar bij het Leger des Heils aan de Westzeedijk in Rotterdam merken ze daar momenteel weinig van. Ja, wat we van merken is een lichte toename van mensen die een slaapplaats zoeken. Wat is licht? Hoeveel meer? Het valt nog mee. Op onze locaties gemiddeld in zijn totaliteit, dan heb ik het over 3 locaties, zo'n 10. Wie nu een beroep doet op een bed bij de nachtopvang hoeft zich daarvoor niet eerst te laten registreren. De regeling is bedoeld om hardnekkige zorgweigeraars en daklozen zonder verblijfspapieren niet te laten doodvriezen op straat. Maar ook vaste bezoekers van het leger bevestigen dat deze winterregeling geen stormloop veroorzaakt. Nou ja, ik zie af en toe wel eens iemand binnendruppelen of zo, maar over het algemeen is het dezelfde vaste groep die hier komt. Maar in principe zijn ze wel welkom. Ook bij die mensen die nu nog op straat slapen, dat hele kleine aantal, doen we natuurlijk alles om ervoor te zorgen dat we ze toch weer binnenkrijgen. Hoe klein is dat aantal? Dat aantal dat is nu een stuk of 8, nog geen 10 in ieder geval. Wanneer het blijft vriezen zal het Rotterdamse Leger des Heils het aantal bedden desondanks verdubbelen tot zo'n 400. Omdat er nog altijd een groep is die zich alleen onder heel barre omstandigheden laat helpen. Bovendien zou er een nieuwe groep een beroep doen op de opvang. Mensen uit Oost-Europa, mensen die toch niet graag in voorzieningen zijn, dus buiten slapen. Die toch gezien de koude nu wel binnenkomen. Maar het aantal is vergeleken met 6, 7 jaar geleden stukken minder.